Zo eenzaam als bij deze motie was ik nog nooit, hè? 148 Kamerleden stemmen voor en ik ben de enige die denkt, huh? Weet u Olijn? Huh? Achterhoek, Twente? Even rustig hier met z'n allen, voordat we met z'n allen instemmen. Stop de Noordtak is de nadrukkelijke oproep van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en directeur Landschap Overijssel Michael Zijbom. Deze vrijdagmiddag 4 februari. Tientallen belangstellenden hebben zich verzameld voor de onthulling van het spandoek. Sta je alleen in dit dossier of heb je je politieke collega's in de Raad hier staan? Nou, voorlopig sta ik alleen. Er is een motie geweest die vraagt van zorg dat je aangelegd dat er een Noordtak van de Betuwelijn gepland wordt. En dat was het enige Kamerlid dat tegenstemde. Maar ik heb het gevoel dat een aantal Kamerleden niet helemaal door had waarmee ze instemden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat, dat de andere Kamerleden ook naar deze regio komen en zien wat de impact van deze spoorlijn zou zijn. Ik zal tot de laatste snik vechten tegen dit soort ontwikkelingen. En we zijn er nu redelijk vroeg bij. Er wordt nog een onderzoek gedaan, maar het is nooit te vroeg. Het is eerder te laat. Dus nee, we gaan er wel fors tegenin. Ja. En niet alleen met spandoeken. We hebben politici uitgenodigd. Ik heb een beroep gedaan op de Twentse politici om een gezamenlijke vuist te maken. Maar we zullen heel veel mensen gaan mobiliseren. Van, mocht dit tot een uiteindelijk een plan komen om dat tegen te houden. Ja, de klas ook net 14 Twentse gemeenten die gaan ook de krachten bundelen. Ja, dat werd ook een strijd, ja. Ja, ja. Ja, nou ja. Ja, u zegt het. Ja. Nou ja, ik vind het goed dat ze het doen. Maar wat mij betreft moeten ze zich ook heel nadrukkelijk richten op de nut en noodzaak van überhaupt wel goederenvervoer. Ik ben enorm blij dat er al zoveel mensen meteen vandaag bij dit eerste publieke uiting met dit bord hier aanwezig zijn. Maar het duidt ook op het belang ervan dat veel mensen zien. Ja. En wat voor inmenging heeft de provincie hier nu in deze plannen? Nou, tot dusver denk ik nog te weinig. Ik bedoel, we hebben vragen gesteld en in de beantwoording daarop kwam toch wel naar voren dat ze toch wel een beetje op de achtergrond bleven tot dusver. Afwachtende houding, maar tussen de regels door kun je wel merken, denk ik, dat ze er wel positief tegenover staan. Of in ieder geval niet negatief, laat ik het zo zeggen. En dan niet negatief, maar tegenover de plannen? Tegenover de plannen van de Tweede Kamer, het onderzoek in feite. En de daaropvolgende eventuele actie in feite. Dus ik zou zeggen, vraag aan je lokale bestuurders of zij in Den Haag dan ook gaan aandringen dat dat doorgaat of dat het niet doorgaat. En voor verkiezingen zijn lokale bestuurders altijd wat gevoeliger dan na verkiezingen. Ja, ja. Je verwacht wel dat de lokale vertegenwoordigers nu voor de gemeentelijke verkiezingen in maart weer in actie komen? Ja, nou, ik hoop dat de mensen die hier staan dat ook gaan doen. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat als jij die oproep doet, dat het zeker gaat lukken. Ik hoop het, we gaan het zien. Dankjewel.